Drie wijnen die je volgens mij, als je ze nog niet geproefd hebt, toch eens moet gaan proeven. Het zijn drie ontdekkingen die ik uh, gedaan heb uh, gedurende heel het jaar, regelmatig te proeven. En het zijn drie wijnen die telkens mij verbaasd hebben van de originaliteit, de complexiteit, de uh, kwaliteit en de gewoon ongelooflijk goede prijs. Eén witte wijn, Domaine du Bon Augure, uh, Jean Xella jean is de oude naam van het dorpje uh, waar hij gelegen is met zijn wijngaarden. Het is uh, hoofdzakelijk Chardonnay. Klein beetje Petit Arvin, wat een Zwitserse druif is. Allemaal gelegen op een hoogte van 600 meter. De wijnmaker uh, Guy Cedric is echt iemand die met enorm veel passie vertelt over zijn terroir. Waarom dat stukje juist een beetje beter is. Hoe de vinificatie gebeurt. Waarom hij zo weinig mogelijk sulfiet wilde gebruiken. Enzovoort. Het is echt fris. Strak, je hebt toch een klein beetje die houtrijping die erin zit, zonder dat het te veel is, het ontdekken waard. Dan gaan we helemaal naar Spanje. Pui is het hondje. Als de twee vrienden eens uh, een wandeling maken in de wijngaard, gaat het hondje altijd mee en die verjaagt de uh, kraaien. Uh, het zijn twee jonge kerels die dat daar in de regio geboren zijn, maar uiteindelijk gaan studeren in een grote stad, maar toch teruggekomen. Ze zitten met hun wijngaarden in een heel groot natuurpark. Uh, eigenlijk is er een enorme geschiedenis op het gebied van wijn, maar er is geen wetgeving meer. Dat is allemaal verlaten. Uh, en zij geloven echt in die regio. Zij willen echt met heel veel respect voor de natuur uh, hun wijnen maken, hun wijngaarden onderhouden. De Puy is een wijn die dat ze maken van 100% uh, Garnacha, of zijn de Grenache, maar hij wordt vergist. En gerijpt op amforen. Nu, amforen zijn iets dat de laatste tijd terug mode is, als ik het mag zeggen. Maar het zijn amforen die al meer dan 200 jaar daar in de natuur liggen, die ze eruit hebben gehaald. En het zijn allemaal amforen die getekend zijn met hetzelfde handteken, dus door dezelfde artisanale persoon ooit gemaakt, maar lang geleden. Het heeft het fruit van de Grenache, het heeft een heel leuke kruidigheid. Door de hoge ligging heb je veel frischeur, um, geen donkergekleurde wijn. Geen houtrijping en dat maakt het echt zacht. Heel veel smaak. Als je de fles op tafel zet, is ze binnen de kortste keren leeg. Wat wij natuurlijk zeer goed vinden. En dan een wijn sinds vorig jaar in ons assortiment Ciro. Ciro is helemaal het zuiden van Italië, de voet van Italië, maar het centrumgedeelte en de zuidkant. Um, de wijnmaker Christian is daar in de regio geboren, maar is gaan studeren in Rome en heeft uh, na zijn studies. Tien jaar advocaat geweest, maar heeft dan zijn toga aan de haak gehangen en is met veel liefde teruggegaan uh, om zijn ja, prachtige gelegen wijngaarden onder invloed van de uh, zee. Um, hij werkt ja, opnieuw zo goed als natuurlijk. Um, de druivensoort is heel verrassend, is Gaglioppo. En Gaglioppo is echt een druif die dat je alleen maar in dat kleine regiootje tegenkomt in Chiro. Wijn heeft heel veel kracht. Zonder dat hij iets van overdreven zoetigheid heeft. Hij heeft zelfs geen houtrijping gehad. Heb je ook niet nodig. Dat ga je ook niet missen. Um, ja, heel complex, lange afdronk. Absoluut drie wijnen die je moet ontdekken als je ze nog niet kent.